aan. Ja, zeg dan wat. Laat. Ja, jullie waren aan het praten, ik kwam er niet op. Ja! Nee, maar dan blijf je staan. Oh ja, nu moet je ineens, ga je beleefd doen. Ja, ja, nee. Blijf je staan. Ja. Wat moet ze doen dan? Ja, nou, volgens mij doe ik het, we kunnen beginnen. Oké. Okay. Ja, jongens, wacht even, nog 1 seconde. Oh, oh. Imposter. Dat is dat ik weet. Hé, hey, jij ook hier. Oh, je zou genoeg. Oh. Oh, shit. Oh, jongens, nou doe het geluid op mijn dingen niet. Oh, jongens, nou doe het geluid op mijn dingen niet. Oh, ik vergeet trouwens elke keer dat ik ook gewoon wat moet zeggen, want anders is het helemaal niet leuk om naar te kijken. Hallo dames en heren, welkom bij deze video. Leuk dat jullie kijken. Wie, wat, waar? In O2. En ik zag net Milan, die kwam vanuit de cafeteria administration ingelopen. Wie heb je, wie heb je gevonden, maar ik heb alleen Sander en Baboes allebei, ja, ik heb hun allebei die kant op zien lopen. Hoe weet je, hebt in O2 gevonden? Ja. En je zag Milan van Cafeteria Administration inlopen, hoe kan dat als jij in O2 staat? Ja, dat is hij kwam daar vandaan gelopen en toen vertrok ik richting O2, toen kwam ik aan in O2. Oh, oké, ik heb Saskia wel die kant op zien lopen toen ik uit de cafetaria kwam lopen. Ja, klopt. Ik ben die kant doorgelopen en toen ben ik daar beneden naar die shields gegaan. Ja, ik heb net O2 gefixt en toen kwam Babushka inderdaad die kant opgelopen. Samen met iemand anders. Met Sander samen, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Suspicious. Oh nee, wacht, Babushka is ook dood. Ja, dat was Babushka. Whoops. Ja, Babushka is richting navigations gelopen en ik ben naar beneden gelopen. Dus dan is het tussen die tijd. Ja, en ik heb daarna Saskia nog die kant op zien lopen. Maar als je naar beneden bent gelopen, zoals je net zei, dan moet je toch dan de body hebben gevonden. Want O2 kan je gewoon zien, zeg maar, als je daar langs loopt. Nee, ik heb het niet gezien. Nee. Ik ben gewoon door naar beneden gelopen. En ik was bezig omdat mijn geluid het hier niet doet. Dus O2 ging af en ik hoorde niks. En dacht, hè? Maar nee, ik heb het niet gezien. Oké. Okay. Waarom kan ik Babushka en Sanders horen zien praten? Ja, inderdaad. Ja, echt hè? skippen? Ik weet het niet. Huh? Nee, dat zijn de 2 impulsen. Ja. Oh. Ja. Slim gespeeld. Jongen, serieus. Ik heb gewoon zitten skippen en dan krijg je dit. Echt. I feel the pain. Babushka. Nee, nee. Ja! Ik kan niet horen, hè? Moet even van kanaal wisselen. Oh ja! Oh ja! Oké, Simon 6. Hij staat. Oh, sorry! Aan. Godverdomme, moet ik weer opnieuw? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Wie niet weg is, is gezien. Waarom gaat er niemand die lichten fixen? Ja, ik heb Aaron bij de lichtjes gevonden. Ik denk dat Saskia het is. Hoezo ik? Nog van de eerste ronde. Waarom ik? Nou, dan waarom was het ook alweer? Nou, omdat... bij de licht fixen. Ja. Ik heb dit keer helemaal niemand echt gezien wat ze zegt. Ik was bij Matt Bay mijn scan aan het doen en toen liep ik naar boven zo richting reactor en Milan stond er nog steeds. Ik weet niet of hij zo lang bezig was. Nee, ik faalde met op de laatste ronde, dus moest ik helemaal opnieuw. Ja. Het was wel heel lang dan. Maar ja, dat is echt gebeurd. Ja, ik heb Shailene helemaal niet gezien, Celine heb ik ook helemaal niet gezien. Nee, klopt. Ja, klopt. Nobody saw anything. Ja.
Maar waarom dacht je Saskia nog van de eerste ronde, Milan? Nou, omdat de kill in O2 was gemaakt. En ik zag zowel Babushka als Sander er allebei naartoe lopen. En toen liep ik van cafetaria zeg maar weg. En toen liep Saskia daarheen. En ze zei dat ze helemaal naar Shields was gelopen. Maar dan heeft ze de body moeten zien, dus. Nee, ik heb het niet gezien. Maar we hebben het dan toch trouwens eerst wel Stephanie goed gehad. Want anders hadden we iemand niet gewonnen. Ja, dat is waar. Daar hadden we dan heel veel geluk. Jalen, wat doe jij? Ik denk Stephanie. Ik ga voor Sas, ik weet het niet. Ja, ik kon volgens mij niet. Nee, het was te laat. Nee, ik kon ook niet stemmen. Nee, ik klik... Nee. Ja, ik klikte ook. Ik kon ook niks. Ha, ik had gelijk! Nice. Ja, je had wel gelijk. Ik wilde op Saskia en toen kwam dus mijn vinkje met een kruisje bij Chilling. Nee, dat wil ik niet. Dus ja, dan moest je nog een keer klikken, soms misklikken. Ja, en toen was ik dus te laat. Oh. Hoor je ons niet? Zo. Ja, ik hoor jullie wel, maar het geluid van mijn computer doet het niet. Oh, dat is... Dus ik hoor nou niet meer als O2 afgaat en zo, dat hoor ik niet. Ja, dat is niet naar handig. Oké. Laten we daar maar gewoon even van weggaan, want dat vertrouw ik niet. Oké. Ik ga er even teruglopen. Oeh, daar waren we. Dat zijn ze allebei nog. Oké, ze hebben daar de kill niet gemaakt. Oh. Nou, dat is snel. Ja, inderdaad. Ja, ik heb de body gevonden in weapons. En... Wie zei er net pew pew? Ja, oké. Okay. Toen dacht ik, oh, die staat in weapons. Oh. Dus dat wist de imposter ook. Ja. Nee, dat was ik voor you. Dat was ik niet. Nee, dat was niet. Dat zou ik ook zeggen. Dat zou ik ook zeggen. Oh. Nee, wat? Nu volg ik het niet. Steve zei toch de pew pew? Nee, volgens mij was het niet Steve. Volgens mij niet. Nee. Ik dacht dat Shailin het was, maar... Nee, dat was het niet. Dan is Maruska dan? Anyway. Oké. Het enige wat ik weet van deze body, want ik liep expres een beetje terug, omdat ik Steve en Saskia samen zag staan. Alleen, ik zeg niet dat Saskia het gedaan heeft, maar dat gevoel had ik op dat moment. Dus ik liep die kant op en toen zag ik Steve liggen. Dus... Nou ja, Saskia liep achter mij aan. Oké, okay, ja, daarom dat ik ook zeg. Dus, ja, want die kwam van, ik weet niet of je van kwam van weapons, maar ik ging van navigation naar storage en zij liep achter mij aan. Ik zag net Aaron weglopen. Oké, ja, in die tijd, ik denk niet dat ze dan die kant op is gelopen, dus dat denk ik dan niet. Maar wie was degene die pew pew zijn? Dat is dan de vraag. Ja, dat vraag ik me nu ook af. Waarschijnlijk de imposter. Maar Aaron, jij bent toch ook door weapons heen gegaan? Ja, of toch Steven, dat is het kutte. Ja, toen kwam ik jou tegen bij O2 en daar ben ik naar navigation gegaan en daar kwam later Babushka bij aangesloten. Inderdaad. Ja, dat was helemaal in het begin. Ja, het kan ook Babushka zijn, omdat ze later... Ja, maar Saskia liep achter mij aan. Ja, dus dat is wel iets goed hebben gezien. Ik liep achter Babushka aan, ja. Of jullie nou, dus... Wat gaan we doen? Dat is ook altijd een optie. Als het nou op Sleet had gestemd en niet geskipt, hadden we een heel mooi rijtje gehad. Ook heel bijzonder dit. Dat vind ik wel erg verdacht. Ja, dat vind ik erg verdacht. Wat ik de enige ben die niet verdacht is? Suspicious. Als jij het nu bent, Sleet, I'm gonna kill you. Dit was gewoon goud. Ja. Hé, hey, Saskia. Ligt er een body? Kutzooi. Jij vuile Sander. Oké. Waar was Aaron? Ja, ik weet niet of ik dat meteen wil zeggen. Was er iemand in electrical? Nee, ik weet dus waar het is, want ik zag jou net lopen. Jij mag het niet zeggen, inderdaad. In electrical, wie heb ik daar achter gelaten? Was daar nu nog iemand? Nee, ik was er niet. Voordat ik bij jou was, security, daar zat ik draadjes te doen met... Met mij. Met Shailene. Ja. Wij kwamen als het goed is ook uit electrical. Ik weet niet of je achter mij aankwam. Nee, ik kwam niet uit electrical. Maar ik had daar twee anderen achtergelaten, volgens mij. Maar nee, wil je weten wie er in dit hele potje in electrical zijn geweest? Of ja, nee, op het allerlaatste moment. Net op dit moment. Ongeveer een minuut of zo geleden. Want Mia en ik konden wel tegelijkertijd met wires, toen ben ik weggelopen.
Want het was in Medbay. En de deur was dicht naar Medbay. Dus ik stond te wachten voor de deur. Maruska zag dat. Oh. En ja, echt gelijk daarna lag de body. Ja. Yeah. Nee, ik ben niet in Electrical. Ik weet niet of na mij meteen de mensen uit Electrical zijn gegaan. En ik weet ook niet of Shaylin even snel de vent is ingehopt en is weggegaan. Ik wil zeggen, want wie was al als eerste in security? Jij of Shaylin? Daarna kwam Shaylin achter mij aan. Want jij kan ook security zijn ingehopt, omhoog zijn gelopen langs mij met mij. Nou, Shaylin kwam al heel snel achter mij aan. Oké. Nee, Babushka kwam niet uit een vent. Dat kan ik wel zeker zeggen. Okay. Of die persoon stond nog helemaal onderin met B te schuilen die ik niet heb gezien. Vander weet ik zeker, maar Shaylin... Ik verwacht je, ik denk Shaylin. Ik weet het niet. Dat ik net niet verdacht was. Ben ik eindelijk niet verdacht. Nu dubbel. Ja, dat had ik niet verwacht. Dat jij was dat hem of niet? Nee, ik had ook niet verwacht dat jullie op Sline zouden. Ik ging op Saskia. Ah, het was wel Saskia. Nee, ik wist niet dat iemand anders op jou ging. Ik heb de eerste keer op Sander gestemd en de tweede keer op Saskia. Ik heb nu op Sander. Ik stem de tweede keer op jou, maar ik wist niet dat iemand anders ook op jou ging. De twijfel, moet ik het zeggen? Want toen dacht ik, nee, dat gaat ons opfokken. Ja. Maar ik was even vergeten, ik kan mijn geluid nou niet uitzetten met mijn telefoon en dat was ik even vergeten. Oh, ja, oké, dan zou ik geen pew-pew-geluiden maken. Dat ga ik niet meer doen. We gaan naar navigatie, ik zag Steve. Oh jongens, het maakt niet uit of ik hier uit Discord ga. Want mijn ping gaat echt van 200 naar 700. Pew-pew. Ja. Pew-pew. Ik vond die andere wel leuker met de mod. Ja. Dat maakt ja, ben ik ook om eens. Daar werkte ik ook beter, dat vond ik ook heel fijn. Maar waarom dan in vredesnaam? Ja. Maar hij is wel een beetje glitchy, dat is wel... Ja, maar het is ook een mod die heel bijzonder werkt. Want het hoort in principe niet bij de game. Nee maar... Het zou wel vet zijn als het bij de game... Oh, wacht, ik ben dood. Ik heb Steve gevonden bij de Garbage Disposal and Storage. Dan is het denk ik... Oh, daar was ik echt net naartoe aan het lopen. Aaron liep lang. Ik was bij admin, was ik draadje aan het doen? Of, mm-hmm. Ja, admin en dan liep Aaron net langs naar boven. En hoe lang is dat geleden? Ik heb echt niks gezien. En ik heb net daarvoor ook nog Stephanie gezien. Ik heb alleen Celine gezien, maar ik denk niet dat hij die in de tussentijd Aaron of... Nee, ik denk ook niet dat dat eruit is. Ik zat er echt van, oh, you're gonna kill me. Ja, ik liep op jou af en ik dacht, oh, jij krijgt echt in paniek zo meteen. Ja. ik denk niet dat het Aaron is. Ik heb Milan gezien bij Electrical. En daarna ben ik naar Edmee gegaan. En het was hem niet in Edmee. Ik was daar de draadjes aan doen en net daarvoor... Stephanie was daar volgens mij aan het downloaden en toen ging Stephanie naar beneden. En ik was mijn draadjes aan het doen en toen kwam Aaron daar naar boven en toen was Stephanie dood. Ja. Ja, dat is kut. Ik heb het niet gezien. Nee, same. Want hoe lang ligt dat lichaam er al? Ja, niet lang, want ik heb, zeg ik toch, ik heb net daarvoor Stephanie nog gezien. Ik was eerst aan carswipe en toen was Steven daar aan het downloaden. Die was toen klaar, toen ging ik draadjes doen. Toen we naar draadjes gingen, toen zag ik jou bovenlopen en toen was Steven hier gepost. Dus of het is dezelfde post. Of jij hebt gedaan. Of Aaron is heel blind, of het is Aaron. Wie hebben we verder nog niet kunnen verklaren? Mij. Waar was Babushka? Mijzelf. Celine en ik hebben elkaar kunnen verklaren. Ja, inderdaad, 100%. Ja, we moeten gaan skippen. Ja, ik ga voor Aaron. Ik ook. Skippen. Tot me. Hoezo ik? En hoezo Babushka? Nobody likes you. Want zo, kijk ernaar uit. Babushka doet het soms zelf. Ik moet niet vergeten de ding uit te zetten. Oké, in één keer. Hotse vlots. Oké. Dat was een hik. Wie heeft dat? Dat was ik. Ik was iets te snel bier. Ah, lekker man. 9, 8, 9, 6, 0. Wat vlot. Oh, moet die kant op. Oh, eigenlijk moet ik mijn scherm volgens mij een keer gaan opnemen. Mensen lopen echt tegen muren en door muren heen. Heel raar. De ping. Ja. Ik weet niet of ik hier iets ga zien, maar we gaan kijken. Shaylin loopt weer bij mij weg. D-
Daar komt Chillin weer. Oh, weer. Godverdomme! Oh, kut, ik wist zeker van Milan dat hij niet was. Dat is niet dood. Nee. Kut, sorry. Maar waar, weet je het nog zekerder? Nou, weet je heel zeker. Waar is iedereen? Ik ben communications. Ja, ik zag Fina net comms inlopen. Ik ben nu met scan aan het doen. Het liep net storretje in. Oké, want hij is gevonden. Ik heb hem gevonden bij de camera's. Ja, ja, daar, zag hem in dat voort, daar zagen wij hem voor het laatst staan. Ja. Celine, jij was in Electrical hiervoor. Ja. Met? Iemand liep er in en uit. Toen ik liep eruit en jij erin liep en ik schrok me kapot. Ja. En daarna ben ik eruit gelopen en communications ingegaan. Ja, ik zag Celine en Babushka voor het laatst die licht fixen. Ja, Celine die stond er al op. Ja. Ja. Want ik was al bezig in Electrical, dus ben ik gelijk met. Ja, en ik ging even checken of er iets boven lag, maar dat was niet zo. Hmm. Maar jij hebt niet even een ventje ingehopt en Milan... Het was echt heel mooi geweest, maar echt nee. Nu dan op, Shirin, die is van de MadBay-event. Mm, ja, of nee, gevent ook. Ik stond daar al een paar seconden. Ja, ik weet niet hoe lang Milan daar al lag, dat weet je ook niet. Hè? Ja, ik dat weet je niet. Ook niet. Milan stond er al een tijdje. Ja, ik ben al een paar keer langs gelopen, zag hem inderdaad staan, ja. En dat hij gewoon klaar was. Ja, jongens, ik weet het niet. Ik en Babushka zijn er langs gelopen en ik ben als eerste weggegaan. Ja. Moeten jullie nog veel taken, of niet? Ja, nee, ik ben klaar. Nee, ik moet er nog eentje. Nee, twee. Shit. Waarom zei je shit? Omdat ik hem juist heb. Interesting. Ja, jij bent langsgelopen als laatste, dat weet ik. Dus... Ja, jij ook. Jij was in Electrical als laatst. Nee, ik ben gecheckt. Electrical gaat naar security. Ik ben gecheckt. Door wie? Saskia? Ik zag jou erin lopen, voor de rest heb ik niks gezegd. Nee, dat bedoel ik. Ja, en daarna zijn we met lichte fixen weer. Dan moet ik echt heel snel zijn als ik dat heb gedaan en lichte fixen. Ja, maar jij bent... Oeh, jezus. Jij bent snel. Milan? Milan? Ja? Wie is het? Wie is het, Milan? Alles bij de dode dudes en dudettes. Oké. Ja? Oh, ja Milan, kom vechten dan. Die had ik niet verwacht. Ik kom niet vechten. Niet? Nee, ik ook niet. Okay. Ik ben al weggegaan. Ik had misschien niet moeten doen. Oh. Nee, ik zag Saskia net er vanaf lopen. Nee. Saskia kan van boven lopen, dat zag ik. Ja. Nee, ik ga van. Maar waar is het eigenlijk gevonden? In security bij de camera's. En ik zag Saskia uit boven komen lopen. Dus dan kan je niet... Chaelin liep de reactor in. Dus die heeft Babushka erachter gelaten. Kak. Ja. Ik had net bij de vorige ronde al het idee. Maar ik denk, ja, dadelijk is het niet. Ik kan ook zo slecht in impulsen zijn. Fuck. Nou, je hebt het best snel. Ik had het niet verwacht. Ik was echt verrast toen ik daar stond en het was niet roze, maar blauw. Ja, ik ben echt heel blij. Ja, ik na deze ook. Echt? Val in slaap. Wat een watje. Morgen werken. Ja. Ik heb geen afspraak. Ik doe nog één potje. Sowieso. Ja, ik blijf er ook nog bij. Moeten we hier ook nog wat hide and seek doen? Ja, als... spelen we hier dat klinkt als een goed plan. Even wachten nog. Pizza. Oeh, pizza. Na. Oh ja, het is een keer goed hoor, Jezus. Elke keer als ik helemaal aan de andere kant ben. Aaron ligt dood in admin bij de download. Aaron? Aaron, jij bent soms rood. Nu ben je donkerblauw. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Die kleuren veranderen soms uit zichzelf. Dat is echt irritant. Er is wel maar één iemand dood. Ja, Chaelin die ligt in admin.
Oké. Okay. Dat sucks. Oké. Okay. Ja, ik zag een hele groep uit Electrical komen. Hebben jullie daar iemand zien lopen? Ja, zoveel. Ja, inderdaad. Die 5 man of zo. Ja. Dave. Ik heb daar een tijdje met Sander gestaan. We hadden dezelfde tasks. Ik heb om het hoekje gestaan om te kijken of niemand is vermoord. Maar... Ja, klopt. Ik ging kijken wat Janine ging doen. Wat ik alleen ik heb hem met Aron gestaan. Dat was klopt, dat ik... Toen dacht ik nog, nee. Een Electrical. Ja, ik blijf lopen en Steven en Sander gingen er volgens mij in. Ja, ik blijf met Sander achter, Stephanie niet. Nee, met hem ben ik om de hoekje gaan staan. Oh, Steven niet? Oh, dan heb ik daar een kleurtje verschil. Ik denk dat meestal Aaronder, maar dan heb ik de kleurtjes verkeerd op. Wat Babushka zegt. Ja, en toen ben ik laatst gaan checken en toen stond Babushka er. Ja, ja en toen zag ik opeens een hele fucking groep verlaten. Ja, toen kwamen allemaal binnenkijken. Ja. Ja, ik zag eerst Aaron en Steve inderdaad. En toen ik klaar was met download, stond Babushka er en was Aaron weg. Nee. Maar niemand van jullie is langs admin gegaan of zo? Ik ben in het begin wel geweest voor de kartswaard, maar... Ja, maar ik ben bij low en upper engine geweest. En ik wou nu zo naar oxygen, maar ja. Ja, ik was oxygen aan het fixen. Dat heb ik niet gered, want... Nee. En ik zag Milan nog bij, waar is dat? Security. Dus... Het is echt gevaarlijk. Oh, maar ook. Iemand hetzelfde. Tum, tum, tum. Ik vergeet gewoon te stemmen. Dat is zo debiel. Als niet stem. Babushka, Aaron, Steve. Kom ik nog iets grappigs? Daar hebben we Steve en Babushka en Aaron. Oh. In Med B. Ik heb verder niemand uit Med B zien komen. Nee, ik kwam er net wel uit die gang lopen. Daarom vond ik het al zo vreemd dat ik zag jou die kant. Ik zag Babushka naar boven lopen. Mm-hmm. En dan de enige die ik niet heb gezien is Saskia en Aaron. Ik heb Saskia helemaal rechts bij Navigation gezien en dan kwam ik net ook mij tegen. Ja. Ja. Ja, ik was daar bij O2 wat ik trash shoot aan doen. Maar er zijn nog 2 imposters in, toch? Ja, wel, want we hebben niemand eruit gevoten. Oké, okay, dus dan moeten we eigenlijk nu gaan stemmen op een van de imposters, anders dan is het 1 kill. Ja, en je hebt Babushka helemaal links gezien. Ik stond linksboven netwires te doen, echt net een seconde. Ja, in cafetaria heb ik ook gezien. Heb ik ook gezien. Ja, ik zag jou inderdaad bij die tafel nog lopen. Ja, dat wil natuurlijk niks zeggen. Hè? Nee. Maar Miran, zei je nou eerst dat je daar de gang in ging bij Med B en toen dat je doen was? Of? Nee, ik heb eerst O2 gedaan. En toen ben ik zeg maar helemaal naar links gelopen. Om even denken, wat was ik daar ook weer aan het doen? Volgens mij die draadjes bij Upper Engine. En toen ben ik weer teruggelopen. Om mijn laatste draadjes te doen aan de rechterkant. Alleen, ik ben wel uit die gang gelopen. Toen Steve mij tegemoet kwam lopen. Daarom vond ik het zo raar dat Steve een body had gevonden. Maar aangezien ik niet in Med Bay ben gelopen. Nee, want waar lag hij? Ja, precies op die plek waar die scanner is. De scanner, ja. Iemand kan ook gewoon weggewend zijn en naar de andere kant van de map lopen. Oké, we moeten op iemand stemmen, dus... Waarom? Ik heb Babushka. Ik ben het niet in de buurt geweest. Wat is dit nou voor? Dit is echt bullshit. Ik stond van storage. Nee, ik stond niet bij de trash shoot. Ik sta bij wires. Maar ook dat niet hebben dit is echt heel dom. Dit betwijfel ik ook over jullie zeg, maar... Ja. Heel ja, geloven jullie geloven ook echt aan. Ja, wie heeft er nog een heel Babushka omhoog zien lopen? Dan stem je op degene die je gewoon hebt gezien. Nou ja, Saskia en Aaron sowieso, maar wie nog meer? Ik ook, maar ik denk... Ja, maar wacht. Ik deed Babushka, wij stemden op Aaron. Ja, ik stemde gewoon op waarvan ik het meeste de naam hoorde op dat moment. En daar was ik heel snel mee. Maar omdat ik het gewoon echt niet wist en jij niet per se degene was die de kill had hoeven maken. Omdat er 2 imposters waren. Dacht ik van, ja, jij kan het net zo goed zijn. Maar dat was gewoon een fout. Ja, maar ik was al eventjes weggelopen. Sander lag er al wel in een paar seconden al eventjes. Want ik heb gewoon eruit kunnen lopen. En via weapons ben ik even blijven staan. En toen...